fietsen. En ons pap die ging altijd met een groepje, sorry, oude mannen fietsen. Jullie naam is Tour & Cyclocross op aan de wielen. Van harte welkom heten bij de speciale nostalgische wieleravond vandaag. In het teken van de wielergeschiedenis van Aarle Riksel, de Kerkdorp. En Karel van Baal heb ik natuurlijk jarenlang ontmoet op de koers, want ik was eigenlijk altijd hier in de regio. Hij kwam altijd in de buurt. Karel die was in de begin jaren 50 de clubkampioen van de Kersenlanders. Ik heb nog, dankzij Wim Dekker, Wim zit daar, heel veel materiaal gekregen. En ik heb ook het boekje uit 1952 van de Ronde van Aarle Riksel. En dan zie je dus daar staan J. Vogels, K. van Baal en G. van Liesout. Dat zou volgens mij Gijs van Liesout moeten zijn. Matje Zoormans, vorig jaar november overleden, heeft twee keer de Ronde van Aarle Riksel gewonnen. Een andere coureur in die tijd, dan gaan we terug naar het begin van de jaren 70, is Pieter Verschuren. In die tijd zou ik naar de ULO gaan, want daar had ik niet zoveel zin in. Fietsen was veel leuker. En mijn oudste broer die soigneerde mij, die hielp mij daarin, totdat hij trouwde. Toen werd het minder. Maar dit was de Ronde van Gerwen en die heb ik toen gewonnen. Als we over de wielersport praten in Aarle Riksel, zeker over de jaren 60, dan moet Henk Gijsbers ook bij genoemd worden. Want die was een groot talent in die jaren. Ik heb er twee gewonnen, meer niet. Nee. Maar één was Helmboy. Dat was ik weet niet, misschien de Jan, hè? Zou het Haarsteen kunnen zijn? Ja, klopt. Nou, ik stond Frans van Katwijk en ik was samen weg. En Pietje riep tegen Frans, nou speurt het. En ik zette op meteen aan en ik had gewonnen. Ik ging de bloemen halen, want zijn moeder was meegegaan. Mijn busje, daar hadden we gehuurd en zo ging het net. En ze stond tegen de vrouw, dat is toch fijn bij die moeder, ze is zo'n zoon en die wint dan. Ja, ze is, maar dat is de maai, hè? Dat is de maai, hè? Ze was zielsgelukkig met de bloemen. Ja. Je bent ook later overgestapt naar de amateurs. En ik zei zojuist al, was voor jou een supportclub opgericht in die tijd? Ja, dat klopt. Ja. En daar is geloof ik hier de aan de wielen uit ontstaan. Ja. Dat klopt, hè? Ja. Was wielrenner eind jaren 60, begin jaren 70. En hier zien we hem op de foto staan, ik denk links nog als nieuweling en rechts als aspirant. Werd hij kampioen bij Buitenlust. Ik heb hem ook twee koersen zien winnen. Dus even kijken, Gerwen en Valkenswaard. We gaan naar deze, Ronnie Daniels. Ronnie, kom er even bij staan. Dit is denk ik de jeugdronde van Nuen heb ik toen gewonnen. En dat was me, denk ik 14 jaar, het jaar erop ben ik een wedstrijd gaan fietsen. Ja. En dat was die fiets, ja, die heb ik daar bij Adriaan Vriets gekocht. Dat was een jaar erop een wedstrijd gefietsen. In Asten was er met spandertoogjes rekenen komen rond. Dus dat was gewoon een wedstrijd. En ja, het jaar erop in Asten, toen klopte ik op die fiets ook. En dat had ik typ van 20 gulden. Komt er daar nog eentje, dus je zit al te wachten. Maar ja, kom even deze gaan staan. Je bent een van de jongsters, zoals dat heet. Moet je even vertellen, die linkse foto. Als we het over afzien hebben in het wielrennen, dan is dat in ieder geval aan die linkse foto te zien. Leg eens uit. Ja, die is nog actueel. Dat was twee weken geleden in Meer, België. Dat was een slechte dag, heel de dag eigenlijk geregend en dan wegnat, vel in de ogen, in de rommel. Volgens mij kwam het twee dagen daarna nog steeds aan mijn oren al te zand steentjes. Je bent Paulus en jij ook van, als er iemand af kan zien in de koers is het mij wel. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat is wel het leukste van koers eigenlijk, denk ik. Maar aftrappen, dat is wel het leukste. Lars die zowel op de weg als in het veld actief is. Nou zie ik hier een foto in het veld. Dan moet je me even uitleggen waar deze foto gemaakt is. Het is vorig jaar NK Hogeveen was dit. Dat was, had het heel twee dagen heel hard gekregen. We waren hier een dertiende plek. Dus dat was een mooie koers. Dat is een mooie koers. Want jij, als we het hebben over in modder fietsen. Dan heb ik de foto die ik ook had gekregen, maar heb ik hier niet op staan. Maar dan heb ik jou wel over de streep zien komen. Heel voorin, dat met een hele mooie zesde plaats, bij het NK en Zaltbommel. Ja, dat was hetzelfde verhaal. Ja, ook veel geregend. En dan gewoon veel rennen en dan zien we het uitkomen.